Welkom terug allemaal. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar de HBM 128 metaalrinzaag. Hier staat een van de twee dozen. Hiernaast mij staat al een veel grotere doos en ook een behoorlijk zwaardere doos. Hier zit als goed is het onderstel in, dus daar gaan we even een kijkje naar nemen. De wieltjes die erbij zitten. Het zijn mooie hardrubberen wieltjes met fijne lagertjes erin. Dus daar zal het wel goed op rollen. En dan zit hier het frame in. Dus alle beplating van het frame. Die we straks in elkaar gaan zetten. En hier boutjes, moertjes. En de rubberen dopjes die aan de voorkant komen. Netjes de beschermplaten ertussen, tot de winkelassen opkomen. Nog een deel van het bokje. Nog een zijkant. En dan hebben we hier, als het goed is, ik dacht dat dit de bovenkant was. Dat kan ook goed de onderkant zijn. Daar komen we straks vanzelf achter. Doosje is leeg. Dus laten we nou maar eens gaan beginnen met het maken van het onderstel. En als het onderstel klaar is, gaan we de zaag zelf uitpakken en kunnen we er gelijk bovenop zetten. Zo, eerst even alle boutjes eruit. Doe ik ze mooi in zo'n magneetbakje. Dus als ik die hier los op de tafel leg, dan vallen ze er al die gaten heen en dat moeten we niet hebben, want dan kunnen we gaan zoeken. Laten we maar gaan beginnen met de onderkant, dat is deze. Het beste plaat ik er mooi onder leg, dat het niet kan beschadigen. Zo. Door de as er doorheen. Die zit mooi onder de olie. Kan hier natuurlijk niet roesten. Maar voor mij is dat niet zo ideaal. Dan gaat er allemaal slijpsel aan plakken. Dus ik veeg hem mooi droog. Zo. Ik heb ook niet zulke olieke handen. Deze gaat hier prachtig doorheen. De wielen. Even over het asje heen. Een grote ring en een grote moer. Andere kant precies hetzelfde. Zoals jullie misschien wel zien, ben ik ook een nieuwe achterwand aan het maken. Hier zijn RVS panelen die ik erin aan het schroeven ben. Die ga ik nog wit spuiten, daar kan ik dan het gereedschap aan hangen. En dan is de achterwand mooi egaal wit met het sponsorbord ernaast.
touwtjes erop draaien. Er zitten stripjes aan met draad erin. Draai je gewoon goed stevig vast met de hand. Dat moet meer dan voldoende zijn. Torentje erop gaan maken. Dus daar hebben we deze zijpanelen voor. Die komen er op een bepaalde manier op. Even spieken op het fotootje. Deze die komt aan die kant te zitten. Zit aan de onderkant zit draad ingetapt. Dus dan kun je mooi van de bovenkant de schroefjes erin doen. Kruiskopjes met een veerringetje. Zoals jullie zien, ik maak hem daar zonder tekening. Ik heb ook de tekening niet ingestudeerd. Ik denk dat de tekening in de doos zit waar de zaag zelf ook in zit. Maar ik was zo benieuwd of het mij ook ging lukken zonder tekening. Ik ga even een schroevendraaier bij. Andere zijkant erbij. Daar staan de beveiligingspictogrammen op. Pak even het goede dopje erbij, kunnen we ze vastzetten. Achterkant, even opletten hoe we die monteren. Hier aan de bovenkant zit de moer in de last, die moet aan de bovenkant, want daar wordt de zaag aan vastgeschroefd. Die komt ook weer op dezelfde manier vast met een paar slotboutjes.
Gaan we eens kijken wat er in de grote doos zit. Nou, heel boekwerk. Hoe je het zaagblad moet spannen. Hoe je het karretje in elkaar moet zetten. Handleidingen, veiligheidsvoorschriften. De slinger zit erin om de klemmen open en dicht te draaien. Dit zou zo 1, 2, 3 nog niet weten wat het is. Ik denk een veer dat hij automatisch gaat zakken en de cilinder die verliest misschien een beetje druk tot de veer hem opvangt. Zoiets denk ik. Of dat hij op het eind extra rustig gaat zakken. Mooi beschermd met Tampax. En dan zit hij hierin. De zaag. Goed zwaar, dus die kan ik hem met z'n tweeën niet uithalen. Dus ga ik even mijn vader vragen dat hij mij kan helpen met deze eruit te halen. Zet hem op het karretje en dan kom ik weer bij jullie terug. Zoals jullie zien, we hebben hem op het karretje gezet. Kunnen we hem vast gaan schroeven aan het karretje. Het is wel fijn gemaakt. Dit zijn boutjes van M8. En ze hebben de gaten die erin zitten. 9 geboord, dus dat betekent dat je net iets meer spelingen voor de bouten als normaal. Dus dan hoeft hij er niet helemaal exact op te zetten, want hij is best wel zwaar. En ook als je met z'n tweeën oppakt, is hij nog steeds best wel zwaar om precies de goede plek op de gaten te zetten. Dus daarom is het ideaal dat ze daar een iets grotere maat voor hebben geboord. Die moet even met de sleutel. Die zit onder een steun. Kijk ze met de hand allemaal nog even na. Nou, het zaagblad daar zit er al op gemonteerd, dus dat is ideaal. Draai het kraantje dicht. Zo moet je het palletje eruit halen. Dan zakt hij niet. Doe het kraantje open.
Gaat die mooi rustig zakken. Nou zakt die heel langzaam, kijk. Zakt die mooi snel. Dit is natuurlijk veel te snel om te zagen. Maar anders dan zien jullie het slecht op camera. Ik zal hem straks ook nog eens heel van dichterbij laten zien. Dan draai het kraantje weer dicht. Kun je hem omhoog zetten. Blijft hij ook staan. Als je hem zo omhoog weg wil zetten, is het natuurlijk het beste dat je de vergrendeling erin doet. Want dan kan hij helemaal nooit meer zakken. Nou, hebben we hier een zakje. Hebben we een aantal spul zitten. Een andere. Mooi knoppie. En die komt bij de vergrendeling te zitten. Kijk, hier zie je de vergrendeling. Dus nu is de hoogste stand. Dus die daar nog een middelstand. En dit is de stand dat hij helemaal als laagste zit. Daar zit dan nog een mooi dingetje op. Kun je makkelijker beetpakken. Ja, ideaal. Aan de voorkant zit de handen, de handvat. Die kun je inschuiven, uitschuiven. Kun je zo oppakken. Kun je overal naartoe vrijen. Ideaal. Ik heb ondertussen even gekeken waar deze voor is. En die moet aan de achterkant er achteraan. Je ziet een klein palletje. En die komt deze zijkant van dit hefboompje aan. En dat zorgt ervoor dat hij het laatste stukje ook nog mooi rustig aan blijft zakken. En dat hij niet van zaksnelheid verandert. Dan doe ik hem even aan de kant. Dan hebben we ruimte om te schroeven. Die zit er mooi vast. Die mooi naar beneden. Komt hij nu er tegenaan. En dan zakt hij aan het eind ook nog mooi rustig. Nou, dat is mooi. Als het goed is, deze kun je nog verstellen tot hij al eerder deze veer tegenkomt. Nou zag ik dat hij vrij aan het eind tegenkwam. Dus ik zag dat hij hem aan begon te raken. En daarna hoorde ik de tik. En de tik is dat hij hem automatisch uitschakelt. Dus je moet er nog wel iets fine-tunen. Maar dat is ook niet gek als ze dat vanaf de fabriek goed doen. Dat is ook bij de grote merken niet zo. Maar zo moet je zelf ook nog een beetje aanpassen. En zo kun je natuurlijk ook hier de aan-uitschakelaar aanpassen. Nou zit hij helemaal onderin wanneer hij uitgaat. Maar je kunt ook zeggen dat hij al uitgaat als hij net het materiaal door heeft. Nou, dan zien we wel vanzelf wanneer die uitschakelt als we een stukje ijzer in gaan leggen. Maar voordat we dat kunnen gaan doen, moet er eerst even een slinger aan. Anders kunnen we hem niet makkelijk verstellen. Van. We hebben hier de slinger. Een mooi kunststof slingertje. Dan zit hier een inbusje waar je mee kan borgen. Inbusje 4. Aan deze kant zit het plat kantje.
Staan zij toch Limbus? En daarna moet je een heel klein kokertje zagen. Dan kun je makkelijk naar voren toe schuiven. Dan komt hij er tegenaan. En dan, dan zet je hem tegenaan en dan ga je een slingertje draaien. En dan draait hij mee. Dus dat is mooi makkelijk toen je met de hand kan schuiven. Dat scheelt heel veel geslinger. Als je achteruit aan het draaien bent, kun je hem mooi verschuiven. Komt hij vast. Dan draait hij mee. En naar achter. Dan draait hij met één stukje los. En dan kunnen we met de hand bewegen. Ideaal. Aan deze kant van de machine hebben we een aantal dingen. Het automatisch zakkensysteem. De aan- en uitknop. En het schakelaartje tot de machine zich automatisch aan- en uitschakelt. Nou, dan gaan we weer met automatisch zakken. Hij staat nou omhoog. De begrendeling is er vanaf. Dus kunnen we rustig het kraantje open gaan draaien. En nu zakt hij heel erg langzaam. Dat zien jullie bijna niet op beeld. Kijk, zo zakt hij een stuk sneller. Dit zien jullie wel. Dan kun je hem ook heel snel laten zakken, maar dat is veel te snel. Ik zal eens laten zien hoe snel het snel is. Dit is snel. Dat is natuurlijk veel te snel, zo wil je niet... Tot hij gaat zagen, want er veel te veel druk op het zagenblad. Het liefste is natuurlijk dat hij zo langzaam mogelijk zakt. En als je toch alle tijd hebt, kan je best hem zo langzaam mogelijk laten zakken. Dan bespaar je je zagenblad. Als je deze dicht draait, dan blijft hij ook staan. Maar het beste is natuurlijk om de vergrendeling erin te doen. Laat ik hem nog een keertje zakken. Dan horen we straks een tikje. En dat is dat hij automatisch uitschakelt. Tik. We horen een tikje, dan stik je een schakelaartje. En dan weet je dat hij automatisch uitschakeld is. Dus dan stopt hij automatisch met zagen. En dat is toch heel erg makkelijk. Als je hem dan een dikke strip laat zagen en hij heeft hem door, zet je hem automatisch uit. En als je dan bijvoorbeeld binnen was om een bak koffie te halen en hij heeft automatisch uitschakeld en komt terug, hij is gezaagd, staat de machine gelijk uit. Anders als hij dat niet heeft, dan is de strip afgezaagd, staat die zagen de hele tijd rond te draaien. Dat is zonde. Een uitschakelaar. Hier een aanknop en een uitknop. Nou, hier heb je hem aan en als je hem uit wil zetten, druk je gewoon op de noodknop. Dan gaat hij uit. Trek je het rode ding naar achter. Dan klep je weer omhoog. Kun je hem aanzetten. Een klepje, daar moet er nu natuurlijk op voor de arbowetten. Nou, wat hebben we dan nog meer? De gradenbestelling. Hij staat nou exact op 0. Hier heb je de... De graders van 0 tot en met 60. En de andere kant op gaat die volgens mij tot 45. Ja, zit mooi, kun je mooi aflezen op hoeveel je hem zet. Moet je natuurlijk even wel nakontroleren. Zet je winkelhaak in de klem. En dan kun je met een blad controleren of dat ook helemaal exact haaks is. Want ja, als deze bijvoorbeeld net niet helemaal klopt, dan is je zaagsnede toch een tiende millimeter scheef. En dat is gewoon vervelend. Maar de meeste die kloppen wel, dus daar gaan we ook achter komen. Dan is het hier nog de aanslag. Als je kort stukjes moet zagen, heb je een korte aanslag. Kun je met het inbusje losdraaien, kun je hem verstellen, kun je met het inbusje weer vastdraaien. Dat is namakkelijk, dan moet je heel veel van dezelfde lengtes gaan zagen. Hoef niet de hele tijd staan te meten. Nou, dan zit aan de voorkant, dan gaan zij deze hendel om hem mee te verplaatsen. En hier de slinger om het materiaal mee op te klemmen. Nou, dan heb je een stukje materiaal in. Kun je hem mooi zo schuiven.
schuif je meteen het materiaal aan, slinger je hem en dan klemt hij vast. Draai hem los, zie je? Is een klein stukje losgekomen. Daarna doet hij niks meer. Kun je met de hand naar achter schuiven. Zoals ik al zei, dat scheelt heel veel slingerwerk. Dan kun je hem ook met de hand naar voren schuiven, maar je kunt ook met de hand naar voren toe slingeren. En als je dan denkt, duurt toch te lang, kun je hem niet naar voren schuiven. Een paar slingertjes achteruit, kun je het tegenaan schuiven en een wasklemmen. Dus dat werkt ideaal, daar ben ik wel voorstander van. Kun je mooi snel mee werken. Hier zit de motor, die heeft ongeveer 3,5 pk. Werkt gewoon op 220 zoals jullie zien. Gewoon een 220 stekker. Dan hier de toerenverstelling. Dat werkt precies hetzelfde als een klomboor. De bovenste waar je nou op ligt, dus als de snaar bovenin ligt, dan is hij op het langzaamst. Eentje naar onder draait hij iets sneller. En nog eentje naar onder draait hij op zijn snelst. Heel simpel systeem. Makkelijk te verstellen. Daar hou ik wel van. Dan gaan we de stekker en stopcontact doen. Die gaan we er eens even een stukje mee zagen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dat gaat doen. Zo. Nou draait hij. Hij draait echt rustig. Hiermee zet hem uit. Nou, even kijken. Noodschakelaar erop. Ik had even een beetje aan het zaagblad voelen dat hij mooi op spanning staat. En met deze knop kunnen we het zaagblad op spanning trekken. Die zit ook mooi vast. En dan hebben we aan de zijkant met deze grote knop nog een verstelling waar de lagertjes in zitten die het zaagblad begeleiden. Nou, als we bijvoorbeeld iets heel kleins gaan zagen, dan zet je hem helemaal naar voren. En dan ga je grotere buizen of kokers zagen. Zet je hem verder naar achter, omdat anders de koker er niet in past. Nou gaan we dan een klein kokertje zagen. Dus ik zet hem helemaal maximaal naar voren. Zodat de zaagblad de beste glijding heeft. Nou, dan pakken we gewoon een kokertje erbij. Nou eens kijken wat hij doet. Zagen er zomaar een snitje vanaf. Zo. Laten we mooi langzaam zakken. Gaan we eerst gewoon eens kijken wat hij doet. Bijna door. Nou, hij is niet warm.
Zaagblad is ook totaal niet warm. Ja. Hij had hem bijna door, dus die moeten nog iets bijstellen. Moeten we hem iets omhoog zetten tot hij iets later uitschakelt. En dan kunnen we natuurlijk bij het veersysteem ook aanpassen. Ik had het idee dat hij aan het eind wel net wat sneller wil gaan zakken. Dus die kunnen we nog een stuk vroeger zetten, want daar staat nou bijna helemaal achterin. Dus dan moeten we een beetje gaan fine-tunen en dan gaan we kijken wat hij dan doet. Zo, ik heb hem afgesteld. De veer die heb ik een tijdje strakker gezet. En het uitknopje die heb ik afgesteld dat hij mooi tijd uitgaat. Niet te vroeg, ik heb liever dat hij iets langer doorzaagt. Terwijl er al geen materiaal meer is. Als dat hij te vroeg stopt dat hij hem niet afzaagt, dan is het net al, hè? De draaiknop valt ook maar zakken door naar de staal, want die stond goed. Heel weinig druk erachter, dus we sluiten het samen op het minste. Toch tijd zat. Nu komt hij de veer tegen. Natuurlijk makkelijk vrijen met deze pen. Nou,
ik heb ook al wel besloten dat ik geen karretje ga maken, zodat hij op hoogte komt van de lastafel. Want de machineklem van de zaag, als ik daar een ijzer in leg, dan komt hij tegen de bankschroef aan. Dus dan moet ik of de bankschroef helemaal uitdraaien, of dat ik ijzer in kan gaan leggen. En dan nou elke keer als je moet gaan zagen, die bankschroef uit te draaien, dat kost ook een beetje veel moeite. En dan is het veel makkelijker om gewoon de zaag naar voren toe te trekken. En om in het magazijn een bokje te hebben staan die precies op de hoogte is van de machineklem. Dan kun je het ijzer ook mooi op het bokje leggen. Ik wil misschien ooit wel nog een ander karretje maken. Een karretje met laadjes erin waar je de toebehoren in kan leggen. Dus de reserve zaagbladen, zodat je het daarin kan leggen. Of ik wil in dit bestaande karretje een laadje in gaan maken of een kastje. Maar voor het eerst hou ik hem nog even op deze manier. En ga ik hem gebruiken, kijken hoe die mij bevalt. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen, want ik ben er nou wel hartstikke blij mee. De automatische zakken, dat is natuurlijk ideaal. Vooral met dikke stukken strip als je die moet gaan zagen. Dan sta je altijd zo te zagen. Deze kun je gewoon rustig op het dode gemakje laten zagen. En dan kun je ondertussen eventjes wat anders gaan doen. Dus dat is wel ideaal. Zoals jullie zien, hij staat hier echt hartstikke mooi naast de lasttafel. Een mooi plekje. Daar staat de oude zaagmachine. Die staat ook te koop, dus heb je er interesse in, mag je mij even een berichtje sturen via Instagram. Jullie gaan deze zaag zeker weten terugzien in de video's. Ik ga hem veel gebruiken. Nou is het ook een stuk makkelijker als je gewoon een stukje ijzer moet afslijpen. Dan heb je gewoon een hele mooie lintzaag staan. Exact keurig recht natuurlijk. Automatisch zakken erop, dus dan hoef je niet meer te gaan tompen om een stukje recht af te slijpen met een slijptol. Kun je gewoon snel de lintzaag pakken. Kon natuurlijk met de vorige ook al, maar deze is natuurlijk nog een stuk nauwkeuriger. De bouw is een stuk sterker, want dat is meestal hoe groter de machine, hoe zwaarder die ook wordt. En daar ben ik alleen maar voorstander van. Al weegt dat ding 300 kilo, perfect. Dan is het in ieder geval goed stevig. Nou, ik ben hartstikke blij mee, daar ga ik veel plezier van hebben. Ik wil HBM natuurlijk hartstikke erg bedanken voor deze mooie zaag, want zonder HBM had hij hier niet gestaan. En zonder HBM had heel veel andere gereedschappen hier niet gestaan, dus daarvoor heel erg bedankt. Deel onze video, hopelijk vond je mijn video leuk. Like, reageer en abonneer. Tot de volgende keer.